Inwoners van Meeden zijn opnieuw in actie gekomen tegen de komst van windmolens bij hun dorp. 2 weken geleden hielden ze een rijdende barbecue op de N33. Vandaag werd langs de N33 bij het Duurkenakker een constructie gebouwd van zeecontainers. Er kwamen 2 kranen aan te pas om alle containers op hun plek te krijgen. Ja, er wordt hier een soort van kasteel opgebouwd. 2 hoge torens van 1 meter of 10, 12 hoog. Daartussenin komt er wordt een waslijn gespannen. En daaraan wordt de vuile was van de provincie en het hele plan wordt tentoongesteld voor de hele N33. Op die vuile was komen teksten te staan, zodat automobilisten weten hoe de Medenaren denken over de plannen om windmolens bij hun dorp te plaatsen. Nou, dat we dat hele plan niet zien zitten wat toen de tijd bedacht was, wat er nu met mannenmacht door de provincie, met name door gedeputeerde Moorlag, er doorgedrukt wordt. De actievoerders zijn niet van plan om na deze actie te stoppen. Ze doen alles om de komst van windmolens een halt toe te roepen. Nee, er zit nog veel meer in de pen, maar de plannen vereisen enige voorbereidingstijd. Dus terzijde tijd komt dat ook allemaal goed. Een grote vieze onderbroek was vandaag al te zien. De komende dagen wordt de rest van de was opgehangen.